Daar zit hij. Oh, en nog onze borstel. Ik heb twee borstels. Ja. Welke gaan we beginnen? Ik zit gewoon al. Lieve kids, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Lobby Blijft Slapen. Het is vandaag ontzettend koud en het waait heel hard, maar ik heb er vandaag heel veel zin in, want we gaan vandaag ook iets heel erg leuks doen. Ik blijf namelijk vandaag slapen bij Bart van Paardenbende. En als je Paardenbende nog niet kent, dat is een heel leuk YouTube kanaal dat Bart op vlogt, gaat over paarden. En ja, je raadt het misschien al een beetje, ik mag nooit rijden op een paard van Sinterklaas. Maar vandaag ga ik dan eindelijk paard rijden met Bart. Komen jullie mee? Kijk waar Bart is. In ieder geval al de manege. Super mooi hè. Oh kijk, daar zit hij. Bart. Hey, hallo! Hey, zet je me al op met te wachten? Ja, ik zat al lekker op het hek. Oh, wat leuk, wat goed. Hoi, Bart. Ik ben Lofie. Ik heb net al een beetje verteld over je, Bart, dat je van Paardenbende bent. Mm-hmm. Het is een YouTube kanaal wat je doet en het gaat over paarden. Ja, klopt. Ik neem de kijkers helemaal mee in de wereld van de paarden. Maar ook de wereld wat er achter de paarden schuil gaat. Dus wat je normaal niet ziet als je rijdt. Ja, echt superleuk. Ik heb er zoveel zin in, want Bart, ja, jij gaat mij vandaag leren paardrijden, hè? Ja, ik kwam vandaag een dagje paardrijden. Ja, denk je dat ik een beetje kan? Als je zo naar me kijkt? Niet met al die spullen natuurlijk, nee. Maar oh. Moet lukken. Moet lukken? Zullen we gaan naar binnen gaan? Ja, het is best koud. Oké, ja. Hey Bart, ja? Kan ik heel eventjes ergens mijn spullen neerzetten? Want het wordt toch een beetje lastig paardrijden met al die spullen zo bij me. Nou, jouw spullen, die kunnen wel ergens. Zet ze maar daar achter neer. Achter neer? Wat daar? Ja. Oh. Ja, zet hem hier neer. Zo, zie ik jullie straks. Goed, Bart, wat gaan we als eerste doen? Nou, jij wil graag paard rijden, toch? Ja. En als we graag paard rijden, moeten we natuurlijk eerst een mooi paard hebben. Ja, we moeten een mooi paardje hebben. Vind je hiervan? Is dat het? Nou, het is gewoon een broertje van Mirko. Ja. Echt hoor. Zo lekker zacht en rustig. Want jij zei je mag nooit op Amerika rijden. Nee, nog alleen Sinterklaas. Deze lijkt er wel op, toch? Ja, deze lijkt er zeker. Dat is gewoon net Amerika. Op deze mag je wel rijden. Dat is anders. En Bart, wat is de naam van het paardje? Dit is Commandeur. Schil. We beginnen dan eerst met de deken eraf halen en dan gaan we even poetsen. Poetsen? Poetsen. Poetsen. Met de borstels. Gaan we jou even poetsen met de borstels? Oké, okay, nou. Laat maar zien, ik volg jou. Kijk, de deken zit hier vast. Ja. Maak hier open. Mag jij deze open doen? Ja. Zo. En die heb je aan de voorkant, zit die nog vast? Ik denk hier. Zo. Ja. Zit er nog één? Ja. Ik maak hem af. Ja. En dan gaan we voor de borstels. Kijk, nu kan je heel goed zien. Mijn paardje. Oh, en nog onze borstel. Ik heb twee borstels. Ja. Welke gaan we beginnen? We gaan eerst met deze beginnen. Goed toch? Ja. Want dan gaan we een beetje het zand eraf halen. En hiermee vegen we dan een beetje zo... Daarmee zorgen we dat hij mooi glanst. Oh, glanzend, ja. Absoluut. Het is een beetje een soort scrubben. Nou, nee, je moet met de haren mee. Zal ik hem even voordoen? Mooi met de haren mee. Niet te ver op de benen met die harde borstel. Oh ja, dat klopt. Ja, ik heb wel eens wel een keertje gekeken bij Paardenpiet. Want die mag altijd wel kijken naar Amerika, ja. Natuurlijk, maar niet op rijden. Maar zo gaat het borstelen dan. Kun jij verder gaan? Ja, dat zal ik die andere van jou aanpakken? Doe die andere. Dus we doen zo. Ja. Met de harde bij de haar mee. Met de zachte borstel. Zo. En dat mag wel iets lager, hè? Ja. Want je ziet ook heel veel stof vanaf komen. Ja. En dit doe je dan elke keer, elke Bart? Keer voordat je gaat rijden, voordat altijd. Je hem opzadelt, gaan we altijd borstelen. En ze vinden het heel fijn. Nou, ik denk dat ze helemaal vind mooi staat. Mag ik nog eventjes de manen doen met deze? De manen? Maar alleen dus aan de zijkant. Voorlangs hoor. Hand op het hoofd. Hè? Je weet nooit. Hij zal niet zo snel gaan happen.
En alleen aan de zijkant, want de voorkant doen we dan weer met de zachte. Oh, echt waar? Zo'n kuif, ja. We zitten dus echt even de klitjes weer eruit te halen. Yes. Zo. En nooit de staart. Nooit de staart, want? Want die staartharen die groeien een stuk minder snel. En als je met de harde borstel een aantal haren eruit had, dan wordt je staart steeds dunner. En zeker ook omdat die staart veel meer klit heeft. Dus je mag alleen borstelen als die anti-klit heeft. Maar dan moet je altijd vragen aan de eigenaar van het paard of de anti-klit in zit en of je mag borstelen. Goed. Dat is maar wat. Zo, mooi puntje. Dat is toch hartstikke mooi. Vind je het wel? Is mooi, hè? Is mooi, hè? Bart, wat heb je bij je? Ik heb hier een mooi roze dekje bij je. Gaan we er een beetje een lofpietpaardje van maken? We gaan er een lofpietpaardje van maken. Een lofpiet Americo 2.0. Vind ik echt heel leuk. Kijk, het past echt gewoon perfect. Doe even mijn jas uit. Ja. Want je krijgt het warm van, vooral het opzadelen. Ja, ik kan denk ik niks uittrekken. Moet ik het ook wat uittrekken? Nee, ik hou het toch gewoon aan. Oké, deze moet erop. Die wacht erop. Wat is voor? Voor is waar het etiketje zit. Het etiketje. Dus dat is voor. En dan mag hij iets verder naar voren. Iets verder naar voren. Ja. Zit hier ook een verhogingje? Zo. Zo. Een mooi roze dekje. Mooi en op het dekje doen wij een bondje. Een bondje? Een bondje. Wat is dat? Het lijkt een bondje? Lijkt een beetje op een stukje schaap. Ja. Maar het is een stukje wol en dat zorgt ervoor dat de druk goed verdeeld wordt. Dus dat het paard niet op één punt je billen voelt en dat hij eventueel pijn krijgt. Echt waar? Dat wist ik helemaal niet. En het zorgt een beetje voor demping, als een soort vering. Want je gaat natuurlijk op en neer en heeft het paard er niet zoveel last van. Oké. Okay. Nou, gaan we eens een bondje pakken. Pak een bondje even. Even een bondje pakken. Stuur. Daar is het bondje. Zie? Ja, dat is een schaap. Dat is net een schaap. Een schaap op een paard. Even kijken. En wat denk je dat het voorkant is? Ja, zo. Mag die andersom? Is hij echt? Ja. Maar zo lijkt het weer op een zadel. Hier met je benen. Oh. Dit is de achterkant. Doet het helemaal niet goed. Doet het helemaal niet goed. Ja. Oh, ja. Zo kan hij ook, ja. Hier. Oké. Dan dit. Lukt dat allemaal? Bart, ik ga het even proberen. Ik kom er altijd even van. Proberen. Zo. En dan. Nou, ligt het zwaar, anders. Hè? Zo. Ligt hij er zo al goed op? Ja, echt geen flauw idee. Het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit, Bart. Nog heel iets verder naar voren. Iets verder naar voren. Ja. Zit de flap goed? Even kijken. Van zit de flap goed? Ja, volgens mij zit hij goed. Mooi. Hebben we hier nog iets op liggen? Ja, ik weet hoe hij heet. Nee, ja, wel. Hoe heet het? Ik dacht een single. Hartstikke goed. Is dat goed? 10 punten voor jou. Yes! Ja, ik weet iets van paarden. Allemaal voor Sinterklaas meer. De single gaat de hier. De single. Aan. Stiekem heb ik gewoon Google gekeken. Doe maar even. Ik heb research gedaan. Google, nee, grapje. Ja, dan moet hij hier. Doe maar even op het eerste gaatje. Het eerste gaatje. Zo. Kijk het eerste gaatje. We doen hem gewoon, we doen een single, doen we even chill. In dat dingetje. Oh. Ja, hier doen we. Nou, ik vind het al best goed gaan, Bart. Ja, ik vind het ook heel goed. Dit is de eerste keer dat je het doet. Ja. Oké. Okay. Gaan we door naar het hoofdstel. Het hoofdstel. Want anders kun je niet sturen natuurlijk. Ja, dat is echt favoriet bij mij, het hoofdstel. Ja, lekker met je vingers in de mond en zo. Ja, leuk toch? Toch? Nou, kunnen we dat gewoon even kijken of moet ik het ook zelf gaan doen? Zal ik dat even doen? Ja, wil jij dat doen? Vind ik het lofje een beetje spannend. Ik kijk wel eventjes. Iets strakker nog. Wat ben je toch aan het doen? Nou, toch? Dan is deze klaar om te rijden. Maar het paardje is klaar, en jij bent nog niet klaar. Ik ben wel helemaal klaar voor, Bart. Denk je dat je zo kan gaan rijden? Ik ben zo. En wat nou als je valt? Ik ben gematcht met het dekje. Absoluut, maar wat nou als je valt? Nee, maar gaat toch niet vallen, hè? Kan altijd gebeuren. Kan altijd gebeuren. Je mag nooit op het paard zonder cap. Gewoon een helm. Een helm. Een helm op. Een cap, ja. Sinterklaas heeft ook nog een helm op hoor. Ja, maar Sinterklaas die kan natuurlijk heel goed rijden. Ja, Sinterklaas kan heel goed rijden. Sinterklaas is eigenlijk de enige die dat mag. Ja, Sinterklaas kan heel erg goed rijden. Oké, dus we moeten een cap op. Een cap. Zal ik eens even een cap voor jou gaan halen? Ja. Spannend, een cap. Ik heb nog nooit een cap op gehad. Misschien staat het me helemaal niet. Heb je ook een roze, Bart? Hey. Ik heb wel wat caps, ja. Maar ik denk dat die een beetje te klein zijn voor jou.
Maar we kunnen het gewoon, proberen. Ik bedoel, het is wel roze. Ja, maar het is voor de kindjes. Maar ja, oké. Okay. Hey, Bart. Is het groter? Helemaal er klaar voor. Ziet er goed uit, hè? Ik zie er goed uit, hè? Zo, die jou is ook groot. Wat een ding, hè? Oh. En dan gaan we die kant op. Oké, kom maar, Commander. Kom maar. Wij zijn echt vriendjes. Wij zijn vriendjes. Ik vind het een heel mooi stel zo. Ja, we zijn knap, hè? Ja. Ja? Hoe heet jouw paard? Peer. Peer? Yes. Dat is wel schattig, man. We hebben wel een schattig paardje, toch? Ja. Met een nadruk op paardje. Paardje, ja, hij is groot. Dan doen we het dus nog iets strakker. Aansingelen, dus strakker maken. Dus de singel die in mijn buik zit. Ja, dan kan hij niet, kan de zadel niet naar beneden blijven. Ja. Zo. Dat is ook iets charmanter, hè? En dan. Ik zit. Ik zit gewoon al. Het ziet er goed uit, hoor. Nou, arrivé. Daar ga ik! Oh, dit is leuk! Oh, Sinterklaas gaat het echt leuk vinden als ik het zie. Superleuk! Zo. Keetje. Hop. Paardje ingaan. Net Americo dit, hè? Het sprekende Americo. Gaan we even de kinderen helpen? Ja, dan gaan we even zorgen dat het paard een beetje bang. Hou niet eens goed nu. Dat even kijken. Nog even tips. Tips en tricks. Tips en tricks. Ja, oké. Okay. Wat vind je ervan? Ja, ik voel me wel een beetje een poppetje nu. Poppetje? Ja, maar kijk, mijn lichaamshouding is dit. Zie je dat? Ja. Nu moet ik zo zitten. Ja. Zo heel heftig. En probeer eens om je heel lang en zwaar te maken, helemaal achterop. Kun je gaan zien dat hij stil gaat staan. Zie je dat? En dan ga je weer rustig, heel klein schokje. Heel klein schokje. Ga je erop. Teugels lekker strak dan. Moet je ook niet te slap. Ja, het is even een beetje aanvoelen. Jij gaat veel sneller dan ik. Ja, het paard heeft veel grotere benen. Ja. Ja, die is langer, dat scheelt, hè? Ja. Zullen we eens een figuurtje maken? Figuurtje maken? Ja. De bak heeft verschillende letters, zoals je ziet. Oké, ja. De F, de B, de K en zo gaan we zo door. Daar is normaal de A. En je kunt onthouden, alle Friese boeren met centen hebben een koe. Alle Friese boeren met centen hebben een koe. Precies. Echt? Dus dat hier... viel goed? Ja. Probeer je rechte lijn. En als we op het midden zijn, schuilen we naar rechts naar de M. De M. Het midden is tussen de B en de E, dus hier, waar ik zo gedaan. De M staat voor de met. Ja, alle boeren met. De M. Maar iets af volgens mij. En dan gaan we dan van de hand veranderen. Dan gaan we van de H naar de F. Dus dan gaan we hier insturen en direct naar de F. Van de hand veranderen? Ja. Dan gaan we de andere kant op. Oké. Okay. Ah, zeg maar de rotonde de andere kant opnemen. Zoiets, inderdaad. Van hand veranderen. Maar hier mag je beide kanten op. Op welke hand zitten we nu dan? Nee. Ga goed zo hoor. Ik zit wel op de rechterhand. Nee, maar hey. Rechtsom. Hij volgt hier gewoon. Stuur het, ga je de hoes gaan sturen. Hoes dan? Goed, Jorie. Hey. Ja, dit is gewoon waar de zin mee. Oké, gaan we nu galopperen, Bart? Galopperen, Piet. Hou je goed vast? Ja, even een tikje. Rustig vast. Huh? Door blijven zitten. Hop, hop, ja. Ga er maar achteraan. Kijk. Hey. Nou lukt het! Ja, dit is te mooi! Ja? Zullen we even terug gaan? Nee, dat is cool! Oké. Okay. Ik weet niet of ik er mooi uitzien.
heel erg. Goed, Sophie. Dat doen we. Draai hem even om, ik heb de neus nog niet. Die kan dat. Nou, wat leuk hoor. En dan zet hem hier neer op de AC-lijn en stoppen, halt houden. Goed zo. We afzadelen dan? Nou, is goed Bart. Je moet natuurlijk eerst eraf. Ik wil helemaal buiten adem en zo. Ken je dat ook? Nee. Niet? Valt mee. Ja, ik vind paardrijden wel echt een sport. Wel wel. Vond je het wel leuk? Ik vond het echt heel leuk. Ja? Ja, mooi. Ik had een beetje moeite met het sturen. Mm-hmm. Beetje eigenwijs. En ik denk, is het een vrouwtje of een mannetje? Het is een mannetje. Oh, ik dacht die vindt peer misschien wel leuk. Nou Bart, we gaan eraf. Kan dat zonder krukje gewoon? Ja. Ga je rechtervoet uit de beugel doen? Ja. En dan zo eroverheen. En je linkervoet ook eruit. Ja. En dan eroverheen en dan rustig naar beneden laten glijden. Heel soepel. Mooie afsprong. Kijk toch. Vond je dat mooi? Oh, heerlijk Bart. Een lekker kopje warme chocolademelk. Oh, dat hebben we wel verdiend naar al dat rijden. Absoluut. Lekker. Heel goed je best gedaan. Ik doe echt zag mijn best deed. Het ging ook heel goed. Ben ik een beetje een natuurtalentje? Of zeg ik van nou, hou maar. Volgens mij heb jij stiekem geoefend. Nee. Ik heb gewoon heel erg goed afgekeken. Maar Sinterklaas, want ik heb heel veel gekeken. Ik ga natuurlijk heel vaak met Sinterklaas de Dakel op, ja. Met Americo. Dus dan zie ik het allemaal gaan. Dus, Nou, het ging echt heel goed. Ja? Ja, echt. Oh, dat vind ik super leuk. Maar Bart, ja. Hoe vaak rij jij eigenlijk paard? Ja, zo af en toe. Eigenlijk wanneer ik wil. Eigenlijk wanneer je wilt. Want ja. Je woont hier dicht in de buurt? Ik woon hier heel dicht in de buurt, ja. En ik werk hier ook af en toe. En je werkt ook wel. En vertel eens wat over paarden, Benne, want dat is natuurlijk jouw YouTube-kanaal. Ja, dat is inderdaad mijn YouTube-kanaal. Over paarden. Alles over paarden. Alles over paarden. Maar het is vooral, we gaan kijken wat er allemaal met paarden te maken heeft, hoe je een paard goed verzorgt. Verschillende paardenevenementen gaan we langs. Oh, paarden. Dus bestaat dat? Paardenevenementen? Zeker. Wedstrijden en zo. Die bestaan allemaal. En dan gaan we langs, gaan we kijken hoe dat gaat. En doe je nou zelf ook wedstrijden mee? Of wat voor dingen doe je? Nee, ik heb vroeger wel wedstrijden gereden, ja. Maar nou... Nou, op een lager pitje. Gewoon als hobby, gewoon omdat ik het leuk vind. Maar ik vind het veel leuker om erover te vertellen. Ja, dat kan je ook heel goed volgens mij, hè? Weet ik niet, het zijn jouw woorden. Ja, nou, ik vind Bart leuk. Ik ben helemaal goed gekeurd. Bart, ja. Had ik wel even een vraagje. Want ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd. Waar gaan wij straks slapen? Nou, het leek me wel ontzettend leuk om gewoon lekker tussen de paarden te gaan slapen. Dus... Ja, in de hooi, in de stal. Nee, ja. Kan dat? Ik heb wel schoon dat je bij dolfijnen kunt slapen, maar bij paarden... Eigenlijk kan het niet, maar voor jou maken we een uitzondering. Maar ik lig toch niet bij in de stal met een paard? Ik heb toch wel mijn eigen... Ja, je hebt je eigen stal. Een soort van kamertje. Soort ik heb gewoon een VIP plekje. Ja, met helemaal hooi op de vloer. Moet je wel even de laatste poep eruit halen misschien. Maar komt allemaal goed. Ja, ik het zeker. Absoluut. Oké, nou laten we maar gaan dan. Ik ben best wel moe. Moe van het rijden. Mijn benen trillen helemaal. Ja, als je niet gewend bent, dan krijg je er wel echt last van. Helemaal trillende beentjes heb ik ervan. Ben benieuwd of je morgen dag nog op kunt. Nou, dat zien we morgen alweer. Kom, ga lekker slapen. Bart. Nou, Lofie. Ik vind het wel echt super, super, super lief dat jij mijn spullen draagt. Je bent gewoon de allereerste die zegt, hey, zal ik je even helpen? Ja, maar een man moet toch altijd spullen voor de vrouw dragen? Het is een echte gentleman. Heel lief. Ik ben zelfs zo'n gentleman dat ik een mooie stal voor jou heb uitgezocht. Ja, dat is, zijn de meningen over verdeeld. Ik zal je even rondleiden. Het ziet er wel zacht uit in ieder geval. Heel, heel knus. Lekker luchtje ook. Heerlijk. Ja. Nee, maar dit is wel cool. Dit is wel even wat je van je bucketlist af wil schrijven. Waar ga je eigenlijk slapen? Ik slaap gewoon binnen natuurlijk. Jee. Ja. Heb je mij... Jij wilde de echte ervaring, dan krijg je hem ook. Dat is waar. Ik wilde de echte ervaring. Gaat u lekker liggen? Zo, lekker dekentje erbij. Moet ik je nog onderstoppen? Nou, ja? Daar zeg je me wat. Ja. Ik wil... Gaat het goed? Nee, dat gaat helemaal niet goed. Ja. Wacht. Ja? Ja, ja. En dan moet die naar beneden. Ja, het is een beetje een zachte ondergrond. Nou, ik ga wel heel voorzichtig zitten zo. Ja? Ja, we hebben hem. Ja, heerlijk. We hebben hem. Gaat u liggen?
Zo. Ligt je goed? Ja, dat is goed. Kijk, en wat ik dan heel graag wil, Bart, ja? Is een worstje. Een worstje? Ja, ken je dat? Een worstje? Ja, dan moet je je deken over me heen leggen. Ja? Dat is echt lekker. En dan moet je me gewoon helemaal als een worstje zo, die deken zo onder me... Oh, als een soort vlindertje. Ja, een kokon. Als een vlindertje met kokon. Hier al dat worstje. Ik vind dat heel lekker. Ja, andere kant ook. Heb ik nog een verhaaltje dan of is er weer te veel van het goede? Nee, ja, verhaaltje over paarden vind ik wel leuk. Verhaaltje over paarden? Ja, verhaaltje over paarden. Oh, dat is lekker. Zoiets? Nou, ik denk dat ik al... Oh, dat ligt wel heel lekker. Ja. Ja? Je hoort al genoeg paarden, je ziet ook al genoeg paarden hier. Ik hoor ze. Ik hoor gewoon een paar voorbij lopen. Kun je mooi over paarden dromen? Nou, ik denk dat je zo wel goed kan slapen. Oh, Bart, ik lig heerlijk. Je hoort hier de paarden al. Ja. Af en toe zal je buurman een keer een geluidje maken. Ja. Kun je niet zo verkeerlijk, hè? Oh jee. Kun je paarden tellen in plaats van schaapjes tellen? Dat is wel lekker. Ik denk ook iemand mijn plekje kan vinden, hoor. Ik denk dat je hier geweldig kan slapen. Ik denk als ik in het kasteel terug ben, dan ga ik gewoon een keertje lekker bij Mirko slapen. Zo geschevend al die geluiden namelijk. Dat is wel fijn, hè? Misschien moet je daar een soort luistercd van maken. Weet je wel, soms heb je van die cd's met vogels erop, ja? En zo. En met de natuur. Ja, en natuurgeluiden, maar ik hoor denk ik gewoon een paarden cd. Een paarden cd? Het gaat in de markt. Paardenbende cd. Paardenbende cd. Gat in de markt. Paardenbende cd. Maar gaan we doen. Nou, als jij even een paardje na doet, dan ga ik even lekker slapen. Hey! Ja, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Ja? Ja, doorgaan. Hey! Nou, goedemorgen. Ik ben weer fijn wakker geworden. Ik heb heerlijk geslapen, maar ik ben benieuwd hoe Lovepiet geslapen heeft in de stal. Ik denk dat ze weinig last van de buren heeft gehad en ik verwacht dat alles goed is gegaan. Eens even kijken hoe het met haar gaat. En dan zie je geen Lovepiet, maar wel een briefje. Lieve, lieve, lieve Bart. Wat was dat? Leuk zeg, paardrijden. Wauw, dat heb je me super goed geleerd. Ik wens je super veel succes met je YouTube kanaal Paardenbende. Ik moest Sinterklaas helpen met Amerika vanavond. Want ja, ik kan hem nu daarmee helpen. Klopt. Ik ga naar je kijken op YouTube. Dikke, dikke, dikke kus, Lovepiet. Ja, dat is toch wel heel lief, hè? Ja. Abonneer je nu op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan mis je nooit meer een video.